Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij Corina en de Beestenboer. Ja, en ze zijn allemaal binnen en dat terwijl het toch mooi weer is. Ja, het is vandaag 13 april, vrijdag de 13e. Wie denkt daaraan? Oh god. Ja, dat is een gevaarlijke dag, de 13e, op vrijdag. Het is 12:52, ik ben bezig met een bakje koffie en ik ga nog een broodje klaarmaken en dan zal ik de vaten in de vaatwasser doen, die staat daar te wachten en die zit daar water te drinken en die ligt daar te luieren en die loopt daar heen en weer te dentelen, die weet niet wat hij moet doen en waar mijn prinsesje nou ineens is, die is ineens verdwenen, geloof ik. Ja, ik zie er nergens. Dus ja, komt goed denk ik. Ja, ik ga dus de vaat doen. Mijn excuus. Maar in ieder geval, wat ik wel gemerkt heb, mijn oren die ruisen niet meer zo. Dus laten we het hopen dat het zo blijft. Ja, maar nou krijg ik de kriebel in mijn keel. Maar ook dat gaat wel weer over. Voor ik een oud kereltje ben en dat zal ik nooit worden, dus het gaat vanzelf wel weer over. Hé, met jou nou? Jij. Mijn water gaat koken, zoals jullie horen. En die zwart-wit is daar al uitgedroogd, die kleine. Die blijft lurken. Of nou niet meer? Uitgelurkt? Ja. Oké, dus vrienden, ik zou zeggen, geniet van elkaar, geniet van de dag. Maak geen ongelukken vandaag op de vrijdag de 13e, want ja, loop niet onder een ladder door en als je een zwarte kat in het donker tegenkomt, is het ook al niet goed. Ja, ik geloof er zelf niet in hoor, maar zijn mensen die er heilig in geloven. Nou, ik niet, want er is mij nog nooit wat overkomen. Ik ben zo vaak op de vrijdag de 13e onder een ladder doorgelopen, nu dan gereden, of een zwarte kat in het donker tegengekomen. Nou, er is mij nog nooit wat overkomen, dus ja. Het is gewoon een kwestie van uitkijken. Net wat je doet. Ja, het zit er echt niet in het getalletje hoor. En ook niet aan de dag. Echt niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ervan. Ja. Het is prachtig mooi weer hier. Het is wel, ja, ik weet niet hoe jullie het noemen, maar wij noemen dat skier. Oftewel, in de verte is het dan wat heijig, mistig. Ja, noemen wij skier. Dus ja. En of het Fries is of het Nederlands is, dat weet ik ook niet. Ik heb het zo geleerd, dus ja, ik weet niet anders. Maar in ieder geval, ik ga, denk ik, vandaag even toeren. Ik weet het nog niet zeker. Het eerste die klaar zijn en dan nog. Maar tijdjes ga ik toeren, dan neem ik u uiteraard mee. Ja. Dus ik zeg, tot straks maar weer. Thank you.
Ja, en toen was Frankje weer thuis, hè? Ja. Ik was eventjes weg geweest, hè? Ja, even met de Kopro op pad. Ja, maar ik was niet ver weg. Nee, ik was dichtbij, hoor. Ja. Op Cape Holland. Ja. Op de Oude Rijkswerf. Ja. Hetzelfde, Cape Holland. Ja. En even bij de DK geweest. Boodschapjes gedaan. Ja. Dat ook gebeuren. Ja, ook wij, ook vrouwtje moet eten. Niet alleen nog jij. En niet alleen nog de poesjes. Ja, dus ik was weer thuis, lieve vrienden. Ja, dat heeft ook boodschapjes gedaan. Dat moet ook gebeuren. Ik had van de week verhoren. Oh, doe nog eens een keer. Zo blij. Hé? Hey? Is zo blij? Hé, hey, zo blij dan? Hé? Hey? Mal hondje. Ja, inderdaad. Hé? Hey? Zo blij is die. Hé, hey, zo blij? Zo blij? Ben je zo blij? Hé, hey, meneertje. Ben je zo blij dan? Ja, hij dus wel. Nou, lieve vrienden. Ik ga dus hier eventjes sluiten, want ik wil eventjes... ja, ik heb toch nou trouwens last van mijn maag, want ik heb een paar keer voorover moeten bukken. Dus ik zal even een maagtablet innemen. En in plaats van koffie neem ik dit keer maar iets thee. Ja. Ik ben ook niet zo te liefhebber, maar ik zal nu wel moeten. Ja, want het doet helemaal zeer hier. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Hallo lieve vrienden, goedenavond als eerste. Ik maak weer een einde aan deze vrijdagvlog. En mijn hondje die ligt lekker op de bank. Ja, ik zal het even laten zien. Die ligt daar. En daar ligt mijn prinsesje. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw. Valt dat te zien? Ja. Ja, je meisje. Ja, en die ligt achter de bank. Ja, die ligt achter de bank. Op de vensterbank. Lekker te slapen. Hé, ja, ja. Ja, ja. Wat zeggen we dan? Hé, wat zeggen we dan? Hé? Ja, ze hebben een goede avond allemaal. Hé, goede avond allemaal. Allemaal een gezellige avond toegewenst. Hé? Ja. Dus allemaal een gezellige avond toegewenst. Namens Corina en de Beestenboer. En voor later een welterusten en lekker slapen met mooie dromen en Godzegen toegewenst. En vanmorgen gezond weer op. Ja, en doe lief voor elkaar, wees gezellig. Ga je uit vanavond, ga je lekker te stappen. Nou, veel plezier. Hoop niet dat jullie dronken thuis komen, want alcohol maakt meer dan je leven, dan dat je... Maak meer kapot dan dat je leven lief is, ja. Dus niet dronken worden of zo, nee. Want dan ga je op de vuist en dat moeten we allemaal niet hebben en niet willen, nee. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Doei!